Roy en ik zijn net even naar de Albert Heijn geweest. Het is kerstavond. Of, nou ja, het is middag. En we waren ons een beetje aan het vervelen, aangezien alles dicht is. Dus we zijn naar de Albert Heijn geweest. Tijd dus voor een nieuwe boodschappenshoplog. Alles bij elkaar was €86. Ik weet niet van alles meer los de prijs, maar ja, €86. Ik kan mij wassen, want ik heb wasmiddel en wasverzachter in dezelfde geur. Zee-mineralen en cederhout. Ja, ik dacht, leuk zo'n duo. Van Mora heeft Roy deze crispy chicken strips erin gegooid. Die gaan de vriezer in. Opschuim koffiemelk voor de latte macchiato's en de cappuccino's. Dan heb ik nog scheermesjes, wegwerpscheermesjes. 2 stuks, 2 pakjes. En van die brede waddenschijfjes. Een halfje tijgerwit, plakkenkaas en een klein verpakking met achterham. Roy gaat zo tosti's maken voor zichzelf als lunch. Een bakje heksenkaas. Een bakje halfvolle koffiemelk. Lurpak, de gezouten. Die vindt mijn vriend heel erg lekker. En ik ook op een geroosterd broodje dit. En avocado's die ik zo laat zien. En ik heb een trio filet américain meegenomen. Met uitjes, zout, peper en gewoon volgens mij normaal met iets erop. Roy heeft voor vanavond en voor van de week nog een keer Hertog Jan Bokbier meegenomen. Dat was... 1 flesje voor de halve prijs. Dus hij heeft er 4 meegenomen. De siropen van Monin waren in de aanbieding. Of in de bonus, hoe dat heet bij de Albert Heijn. Dus een flesje karamel meegenomen. Karamel ijskoffie voor Roy zo. Voor mij deze van Starbucks. Die vind ik erg lekker. Roy kwam hiermee aan. We hadden nog geen ontbijt op. En dat is duidelijk te zien. Chocolade. Witte chocoladespekjes. Eieren. En... kalkoenbacon. Hier heb ik 2 pakjes van. Die andere liggen onderin. Maar goed, hier heb ik er 2 van meegenomen. 4 blikjes bullet. Suikervrij. En dit is de splash of zoiets. Citrus splash. Die is wel lekker. Een kerstel. Veestel. Kerstel. Dit vindt Sterren van de Week wel lekker als ontbijt een keer of als lunch. Hier doen we natuurlijk wel meerdere dagen mee. Maar hij was nu in de bonus voor €1,99. Dacht ik, neem hem gelijk eventjes mee. In de krat zie ik ook nog een geelworst liggen. Geen idee waarom deze mee is gegaan. Maar ja, een geelworst. Granaat, appelpitjes. Dit is voor morgen bij mijn yoghurt en zo als ontbijt. Gehakt en een schnitzel. XXL-schnitzel. Een zakje chocolademinis. Melkvulling. Volgens mij zit de namaak Milky Way. Een nutje met avocado's. Maar die zijn nog echt... Daar kun je iemand mee de hersens in gooien. Zo hard dat ze nog zijn. Dus die moeten nog een paar dagen blijven liggen. Omdat het vanavond kerstavond is. En we doen... wat doen we eigenlijk? Een paar stukjes vlees op de grill leggen en zo. Heb ik ook een toetje meegenomen van de Excellent Trifle Mango. Het zag er wel lekker uit. En dan het laatste. Het duurste ook gelijk. Sushi. Dit is mijn lunch. Kijken wat ik ervan op krijg. En anders voor vanavond of morgen nog. Maar dit is met... Kijk hoor. Dit is €16,50. Deze Albert Heijn heeft zeg maar een eigen sushi-kok. Noem ik het maar even. Ik heb ook een filmpje van gemaakt. Er liggen allemaal van dit soort boxen. Dus met zalm en crunchy en avocado en weet ik het allemaal. Wel lekker. Dus ja, dit ga ik zo lekker. En toen zag de tafel er zo uit. Ontploft. Ik ga de boodschappen lekker opruimen. Roy gaat tosti's maken. Ik ga lekker mijn sushi eten. En ik wens iedereen hele fijne feestdagen. En tot de volgende video.